Steeds weer opnieuw boeit het lijnenspel der rijdende kranen. Een dubbele bodemsectie vindt zijn plaats van bestemming. De nauwkeurigheid waarmee dit gebeurt verbaast ons al niet meer. De grondvorm van een tanker is hier al zichtbaar. De tussenschotten, die bestaan uit samengelaste vouwplaten, vormen de wanden van de toekomstige olietankers. Om het verkeer tussen de tanks onderling te vereenvoudigen, worden tijdelijk stukken uit de schotten gesneden en zo ontstaat in het inwendige van het schip een lange gang. In de andere afdelingen van de werf gaan de werkzaamheden onverminderd door. In de smederij wordt een groot stuk staal gesmeed. Onder een zware hydraulische pers wordt het staal, als was het koek, gesmeed tot zijn uiteindelijke vorm. Ook in de gieterij gaat het onafgebroken door. De modellen worden voorzichtig uit het aangestampte zand in de vormkast getrokken. De ontstane vorm wordt met een grafietoplossing bestreken en waar het gietstuk zoals vereist, worden de benodigde kernen geplaatst. Het nu vloeibare gietijzer wordt in de gietpan afgestoken. Na het afsteken van het benodigde gewicht wordt de opening met een speciale lenen dop afgedicht. De tijdens het afsteken meestromende oxide- en slakkenvormen worden met houten plankjes aan lange stalen staven afgeschuimd. Nu is het zaak zo spoedig mogelijk te gieten. De gietvorm is met de vormkast ingegraven en speciale kanalen zijn gemaakt voor het ontsnappen van gassen en overtollig materiaal die bij het gieten vrijkomen.
De afkoeling neemt enige dagen in beslag. En als het gietstuk door middel van zware kranen uit de vormkast wordt getrokken, valt het met kernolie gebonden zand verpulverd uiteen. Zo worden wekelijks schietstukken voor alle mogelijke doeleinden ter verdere bewerking naar de machinefabriek van de maatschappij afgevoerd. Op de Zuiderhelling is een andere tanker in aanbouw. Een tanker van 18.000 ton die gebouwd wordt volgens een andere constructie dan die op de Noorderhelling van 20.000 ton. Ter versteviging van het onderling verband tussen de tussenschotten zijn de zogenaamde stringers aangebracht. De ruimte voor de toekomstige machinekamer in het achterschip is hier nog geheel open. De tot huidsecties samengelaste platen worden door de kranen opgenomen. Een steeds weerkerend spel van beheerste kracht. De enorme afmetingen van het schip komen wel duidelijk tot uiting tegen de schijnbare poppenhuisjes van Vlissingen op de achtergrond. Voorlopig wordt de sectie gericht en met hulpstukken bevestigd, om daarna tot de scheepshuid te worden samengelast. De middelste deksecties zijn al geplaatst. In de diepe tanks maakt men de verwarmingsleidingen gereed. Die zullen dienen voor verdunning van de later te vervoeren olie. Deksecties, zo uit de werkplaats, moeten voor het plaatsen met behulp van twee kranen worden gekanteld. Een prachtig voorbeeld van teamwork. Thank you.
De secties worden nagesteld en in lijn gebracht. Zo groeit langzaam het dek. De rompspanten van het voorschip zijn nu gemonteerd. Op speciaal aangebrachte stellingen worden de huidplaten voor het achterschip door middel van bouten op de spanten bevestigd. Zo nodig bijgesneden en daarna gelast. De spiegel wordt in zijn geheel opgenomen. Hier hangt 18.000 kilogram in de lucht. Met wiskundige zekerheid wordt de spiegel geplaatst. Tonnen staal en duizenden manuren. Een schip krijgt vorm. Een draailengte van 16 meter en een draaidiameter tot 3 meter. Op een grote carouselbank wordt de binnenkant van een omkasting voor uitlaatgassen vlak gedraaid. Op een kleinere carouselbank de eerste bewerking van de cilindervoering. Daarna wordt zij op een voeringdraaibank nagedraaid. Ronsels voor tandwielen. Het precies boren van een tandwielkast op een kolommachine. Op een andere kolommachine worden cilinderblokken bewerkt. Hier het boren van gaten in een hoge druk waterpijpketel. Twee jonge bankwerkers die hun opleiding kort geleden hebben beëindigd en een natuurlijke aanleg voor precisiewerk bezitten, worden hier onder het toeziend oog van oudere collega's verder opgeleid. Een vernuftig draadsnijbankje. Jonge koperslagers brengen het geleerde in praktijk aan een speciale pijpbuigmachine. Die pijpen zijn hier belangrijk zwaarder dan in de opleidingsschool. Een speciale montagehal voor motoren. Afgewerkte onderdelen worden op voorlopige funderingen geplaatst. Krukassen liggen klaar voor montage. Op
Op de proefstand een sulzermotor van 1000 pk, bestemd voor de Braziliaanse marine. Een waterrem zorgt voor de nodige belasting. De verstelbare schroeven vormen voor technicus en leek een boeiend schouwspel. Deze schroeven zijn van antimagnetisch materiaal en bestemd voor mijnenvegers van de Koninklijke Marine. In deze fabriek, waar het hele jaar door de temperatuur constant op 20 graden Celsius wordt gehouden, worden tandwielen gefreesd, gestoken en geslepen. Tandwielen met een middenlijn van 4,5 meter worden hier gefreesd. De slijpmachine, waar de tandwielen met een steeknauwkeurigheid van enkele duizendste millimeters worden geslepen. Dit is een speciale slijpbank voor de ronsels die met eenzelfde precisie werkt. Inmiddels is de bouw van het casco zo ver gevorderd dat de schroef kan worden ingehangen. Een gewicht van 16.000 kilogram. Na het op juiste hoogte brengen, wordt de schroefas door de schroefaskoker naar buiten gedrukt. Dan wordt met vereende krachten de moer aangedraaid en met een paar laatste klappen wordt het geheel verzegeld. De sloependeksecties worden in hun geheel door kranen opgenomen en geplaatst. Inmiddels is men met de voorbereidingen van de tewaterlating begonnen. Ter beveiliging van schroef en roer wordt het remschild aangebracht. Grote blokken vet, de base coat, worden gesmolten en in meerdere lagen op de twee houten glijbanen onder het schip gegoten. Wanneer de basecoat gestold is, wordt de zogenaamde slipcoat aangebracht. Dit is vet van een speciale samenstelling waarop het schip zal afglijden.
Wanneer dit vet is aangebracht, worden houten sleden geplaatst waarop de apostelen en kussenstukken komen. Deze worden met stalen kabels aan het schip vastgeschort. Door het inslaan van houten wiggen of keggen komt de bodem van het schip vrij van de houten stoppings waarop het oorspronkelijk werd gebouwd en rust nu op de glijbanen. De scheepsvorm komt eerst nu goed tot zijn recht. Om het kanaal vrij te maken voor de afloop van de nieuwe tanker, worden de in afbouw zijnde schepen verhaald. De stoppings waarop de kiel werd gelegd, worden weggeslagen. Het uur van de waterlating nadert. Een steeds opnieuw terugkerende feestvreugde en een opnieuw terugkerende spanning voor alle betrokken technici. Mevrouw Ooyevaar, die doop en tewaterlating zal verrichten, wordt hier begeleid door de directeur van de maatschappij, de heer Hupkes. De heer Van Ommeren, voor wiens rederij het schip werd gebouwd. Het grote ogenblik is gekomen. Het schip heeft opgehouden een bouwnummer te zijn. Zijn naam is nu Meidrecht. Onder deze naam zal hij onze nationale driekleur op alle wereldzeeën hoog houden. Er komt leven in het schip. Zoals het publiek het schip weg ziet glijden, zo ziet het schip, nu tot leven gekomen, tribune en publiek kleiner en kleiner worden. Een speciaal gevlochten reisbed zorgt ervoor dat zijn eerste reis niet te lang wordt. Arbeiders lijken lilliputters.
Voor ons de nu in het water drijvende apostelen en de verlaten helling met plaats voor een opvolger. De bouw van een volgend schip kan beginnen. Hoewel in zijn element is de Meidrecht nog hulpeloos en moet aan de kade worden afgemeerd. De afbouw ter hand genomen. Voor het oog van de leek een weerwaar van kabels en slangen. Honderden arbeiders zijn hier werkzaam. De nageljongen, de klinker met onder het dek de tegenhouwer, lassers en ontroesters, schilders,